Hallo, ik ben Anja en een audition. Na intensief drogen met de DryCap UV 3.1 wil ik het graag hebben over het reinigen van hoortoestellen. De nieuwe hoortoestellen zijn kleine wondertjes van technologie. Voor blijvend hoorplezier moeten ze ook regelmatig worden gereinigd, omdat vuil en cerumen de kleine openingen kunnen blokkeren en de werking kunnen belemmeren. Het nieuwste onderzoek bevestigt dat intensief drogen en UVC-hygiëne cerumen stofdroog maken. Deze nieuwe VacClean UV2 is een speciaal ontwikkelde mini-stofzuiger voor hoortoestellen. Op maximaal niveau heeft hij een zuigkracht van meer dan 60 kilopascal. Met de bijgevoegde accessoirekoppen kunt u eenvoudig vuil en cerumen van de hoortoestellen verwijderen. Met de borstelkop kun je bijvoorbeeld alle kanten van de AHO hoortoestellen schoonvegen. De kleine in-het-oortoestellen kunnen ook aan alle kanten gereinigd worden. Met de RIC-kop kunt u eenvoudig de ontvangeropeningen en in-het-oorkoepels reinigen. En im-oordoms reinigen. Met de tubekop kunt u de kleine microfoonopeningen reinigen. Vergeet niet om ook de uitsparingen en contacten van de oplader schoon te maken. Zo blijven je hoortoestellen schoon en klaar voor een goed gehoor. Net als bij een stofzuiger verzamelen vuil, stof en cerumen zich hier. Schroef gewoon het opzetstuk los en reinig het in het ultrasoonapparaat U-Sonic 3. De VacClean UV2 is een praktisch hulpmiddel voor het reinigen van hoortoestellen. Met de ingebouwde oplaadbare batterij kan hij meer dan 35 cycli reinigen zonder snoer. De VacClean UV2 maakt het onderhoud gemakkelijker voor u, voorkomt defecten en behoudt de waarde van uw hoortoestellen.